mensen, kijkers van de Collega's Channel. Vandaag weer een nieuwe video. En ik ga vandaag lekker een potje Call of Duty Black Ops 3 spelen op Nuketown, Safeyard. Waarom? We hebben een hele vette Nuketown Camo gekregen die ik eigenlijk al lang had gehoord gekregen. Maar uiteindelijk hebben we die Nuketown Camo allemaal volgens mij gekregen. En natuurlijk, Nuketown is een leuke game mode. Ik heb vandaag voor de gezelligheid Noah meegenomen en we gaan gewoon een potje knallen. En waarom heb ik eigenlijk mijn HVK had ik eigenlijk goud? Weet je, we gaan wel met de KN44 spelen. Holy shit, daar moet die Nuketown echt dope, hè? Huh? Die camo, die is inderdaad vet, ja. Nou, let's loop, denk ik. Oh lol, ik zou nu donkerblauw op mijn minimap, maar dat geeft niet. Donkerblauw? Ja, nou, als je met een paar zit, zie je waar donkerblauw op. Ja, dat klopt. Ik dacht maar al van ziek, nu. Ziek. Oh nee, ik wou zeggen, bij jou zie ik dat ook niet. Zullen we dat hebben veranderd of zo? Nee, denk ik niet. Misschien wel vaker een glitch die of zo. Ah nee, damn. Ik dacht even een hele mooie spot te hebben. Maar die spot die was al snel genoeg eigenlijk afgenomen. Ik heb nog 0 kills en ik ben 3 keer dood. Nou, let's go. Wow, 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 wow. Oh, double kill. Nice. Gaat trouwens best wel lekker, joh. Ik ga niet zo lekker. Maar dat... Hoppa, double kill. Oh, ze hebben de KN44 volgens mij weer beter gemaakt met de laatste patch. Ja? Ja, joh. Ik maak de kills mee bij het leven. Oh, shit. Shit, nice. Ga eens heel even boven kijken wat hier te beleven valt. Meestal wel genoeg. Nee, dit keer eigenlijk verbazingwekkend genoeg van niet. Oh, ik ga wel lekker. Nee, Vittori! Ik weet niet wat mijn controle allemaal kan doen. Nou, ik ging wow. Oh, jammer. Was dat bijna? Een care package en een UAV gehaald. Nice. Dat dachten we even van hier. Ik kan lekker die robot richting binnen brengen. Hij staat trouwens al in de deuropening, de robot. Dus we zijn er bijna. Heb je hem? Zijn er al, ja. Ik heb hem waarschijnlijk. Ja, ik heb hem. Nice. Ik kwam even van je boven, maar ja. Lekker. Ja, zeker. Wij zijn trouwens de enige twee die bij die robot hebben meegelopen. Jij hebt 23 seconden, ik heb er 19, lol. Nou ja. Hij is wel gekomen, dus dat is wel nice. Ja, en dat binnen 3 minuten of zo. Dus dat is redelijk snel. Ja, en nu gaan we natuurlijk proberen om hun tegen te houden. Maar of dat gaat lukken, I don't know. Ik ga trouwens gelijk mijn care packs hier roepen. Oh ja, slim. Ik heb net namelijk gekregen. Nou ja, gehaald. En nu kan ik tenminste even lekker voor de kills gaan en dat is wel nice. Ja, ik moet nu nog 2 kills, dan heb ik mijn counter UAV. Dan heb ik al mijn streaks waarschijnlijk weer opnieuw. Oh, verdorie. Nou, weet je wat alleen het probleem is van Safeguard? Dat je altijd heel weinig punten krijgt. Maar 50 punten per kill die je maakt, of je moet bij een robot een kill maken, dan krijg je 150 punten. Maar over het al ik heb 1 keer tickets. Gemeen. Dat was een hele mooie spot achter de blauwe auto. Ja, dat is wel een sneaky spot, ja. Zeker. Ik trouwens ook meer dan genoeg kills kan maken. Ik heb een blotteursje al. Oh, nice. Die gaat lekker, joh. Die gaat lekker hier aan zo te horen. Wow, nice. Het is dat hier te weinig kokers in zitten. Anders had ik dadelijk misschien nog wel richting een dinges kunnen gaan. Hoe heet die 30 kill streak? Maar ik heb te weinig kokers. Helaas. Hoe heet het? Nuclear. Ja. Ja, dan moet je wel even ja, ik heb nu gewoon fout gemaakt, maar dat maakt niks uit. Ik wist toch dat ik hem nooit kon halen. Kijk, weet je, ik had zoiets van... Ik ging dan wel kei lekker, maar... Ja, mijn kokers, alles, het zat allemaal niet mee. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, ik ga gewoon Rambo-style erop en dan kijken we wel wat we dan nog kunnen killen. Zien ze mensen ook wel eens iets anders dan alleen maar... Oh, vreklap. Komt hij in één keer uit de rook op. Dat vond ik niet zo lief. Het is ook niet lief. Ah, shit. We gaan nu trouwens YOLO een spawn en proberen te rennen. Op. Als we die hier ook kunnen tegenhouden. Ah, verdorie. Ja, waarschijnlijk gaan we hem tegenhouden, want hoe ver is hij nu? Hij
eigenlijk wel op de helft, want dat is natuurlijk een kleine. Ja, oké, okay, hij is op de helft, maar. Zie dat ding nu nog maar eens dat doorheen te krijgen. Het moeilijkste stuk is in het huis, hè? Ja, oké, okay, dat is waar. Maar hij is een headshot bij Mavica. Die heb ik nog nodig. Ik zou trouwens niet eens weten of ik hier headshots of wel of niet voor moet maken. Ik kill ja. Maar, ik maak gewoon wat kills, meer doe ik daar niet mee. Maar ik kan wel één ding zeggen, de K44 is nu wel weer een van mijn favoriete wapens. Want daar ga ik wel echt lekker mee, dat had ik niet verwacht. Ik weet namelijk, na die ene laatste patch was het echt, ik weet niet. Toen vond ik het wapen van fijn dan niet meer fijn en nu is hij wel weer fijn. Dus, maar dat is ook altijd, vind ik zo vervelend aan die wapenpatches. Dan heb je eindelijk een leuk wapen en dan is het niks meer. Ik weet niet waarom, maar ik blijf de HVK gewoon altijd chill vinden. Bij elke patch of iets heb ik de HVK altijd chill vinden. HVK is altijd goed geweest. Ja. Super mijn wapentje. Ik ga er ook best lekker mee doen. Oh, jezus. Oh, shotguns. Allemaal aan de rechterkant. Niet kunnen, hoor. Ah, verdorie. Hij had eigenlijk een spray shotgun. Ik heb trouwens gewoon 29 kills. Holy shit. Oh ja, shit, ze hebben de robot. Ik denk dat ik de potje makkelijk 50 kills kan gaan redden. Tenminste, als we nog een. Zoals we. Ja, dan moeten we eigenlijk nu de teammates doorlaten. Of de enemies laten doorlopen. Ja, voor mij mogen ze er eigenlijk in principe door, ja. Want ik heb nu 23 kills. En als ik een beetje voor mijn best doe. Ah, ik heb 30 kills, lekker. Ik ben eigenlijk. Ik heb wel een beetje meer voor kills. Nou, ik ga ook wel voor de objective. Maar... Nou, ik kill aan objective alles. Mij maakt ook niks uit. Ik doe gewoon wat ik moet doen, zo simpel is het. En ik ga nu die robot natuurlijk zo snel mogelijk overbrengen, want dan hebben hun minder tijd. Ja, alleen, als je het weer te snel doet, dan hebben hun daar ook wel weer minder tijd, dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar ik gewoon YOLO-mode aanzetten, denk ik, dat is het beste. Ja, precies. Ik ga even goed zitten. Ja, altijd belangrijk. Recht erbij zitten. En zo, ik zit er klaar voor. Nee, grappig. Zoiets. Nou, run for your life, zou ik zeggen, robot. Ah, shit. Ik ben deze man met een dead. Niet chill. Ook lekker slim, jongens. Hoppa, eerste 3 kills zijn binnen. 4e kills binnen. Blotteurs, die heb ik trouwens ook alweer. Wat? Oké, okay, ik ga nu eens even slecht. Ik krijg alleen maar deads. Ja, dat kan ook wel eens, hè? Oh, hij heeft een nieuwe wapen. Oh, die ziet er wel dope uit. Ja, is hij goed? Ja, nou, ik weet niet of hij goed is, maar het lijkt een beetje op de MP5. Volgens mij is het dus lijkt daar. Ah, verdorie. Ik weet het. Ik heb 36 kills al. Wow, die shit, ik spawnde daar voor een enemy of achter een enemy zijn neus of zo. What the heck? Oh, we moeten gaan lopen met die robots, jongens. Kom op. Go, 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 go. Move, move. Let's do this. Op. Not too fast. Ah, verdorie. Ja, wel joh. Wel snel genoeg, want het is een kleine map. Net zoals wat je net al zei. En als hun er dadelijk doorheen kunnen komen, en ze zijn er door, dan ben je de klos, hè? Ja, oké. Dus kun je hem beter er doorheen duwen, dan dat je hem nu een beetje achterlaat. Ja, shit, ik kan er bijna. Gaan we 38 kills. Ja joh, die 50 te moeten redden zijn. Het laatste klein stukje. Ah, nee! Ja, die zag ik dus echt niet. Maar, nu heb ik een cadeautje voor hun. Nee, we hebben hem. Nice. Oh, heb ik net mijn gratis gegooid. Maar ja, die kijk ik wel weer. Ik moet binnen 1 minuut 20 kills maken. 1 minuut 20 moet ik 21 kills halen voor die 50 kills. Het zou mooi zijn als ik die 50 kills haal. Haal ik die 50 kills niet, dan haal ik hem niet. Hè? Kijk, zo simpel ben ik dan ook wel weer. Maar ja, ik ben wel benieuwd. Ik zie er eigenlijk wel iets in. Ja. Let's go. Yep. Here we go. Oké, gewoon zoveel mogelijk proberen te stoppen en te killen. Dan haal je misschien wel 50 kills ook nog wel. Hè? Gewoon zoveel mogelijk proberen te killen natuurlijk. Overstond dan haal je misschien de 80 kills ook wel. Ik had eigenlijk van, wat? Wil je de anderhalf minuut 40 kills maken? Wish me luck of zo? Want ze hebben 1 minuut, dus op zich moet dat. Ja, ze pakken het slim aan, by the way. Ja, ik blijf, nou, ik camp niet echt, maar ik blijf wel. Ah, oh, shit! We moeten weer loaden, anders zou ik daar 4 kills al in 1 keer kunnen hebben ofzo. Ze zijn er echt doorheen aan het komen, dat bedoel ik. Met, als ze eenmaal lopen, dan lopen ze. Ja, dan gooi je alles van smokes en zo. Niet chill. Oh,
kakjes. Van spanken. Ah, ik heb de 2 kills kunnen pakken. Ja, ze zitten erdoor, of niet? Ze hebben gewoon verloren. We hebben ze gewoon verloren, dik. Nee, we hebben niet verloren. Ja, maar kom op, hey, hoe wil je dit zover zien te krijgen dat er echt geen één enemy meer doorkomt? RPG pakken. Oh shit, ik heb mijn RPG aanstaan, laat maar. Ja, shit, Jammer. Ah, blurry. Ik heb wel een kei lekker potje. 45-26. Maar ja, wat maakt het uit? Oh, dit is dan een nieuw wapen. Oh nee, dit is een MH-7. Grapje. Ik herken het niet meteen. Maar ja, voor jullie dat nu een leuke video en willen jullie vaker zo'n random gameplay zien van Call of Duty, laat dan even een duimpje omhoog achter. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.